bij Belgschutte. Leuk je kijkt naar de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is van week nummer 42. En dat is van maandag 15 oktober tot en met zondag 21 oktober. En als we kijken wat week 42 voor de Belgschutte gaat brengen. Dan heb ik daarbij de volgende kaarten. De 6 van staven. De 8 van pentagrammen. En de wereld. Het lijkt een kaart te zijn, of het lijkt een week te zijn, moet ik eigenlijk zeggen, dat bepaalde overwinningen gaat brengen. Je hebt echt het gevoel dat je er hard voor hebt gewerkt en dat je nu ook resultaat gaat zien. En dat wil helemaal niet zeggen dat je bij de pakken neer gaat zitten, want eigenlijk lijkt het alleen maar alsof je nog harder gaat werken. En of het zo fijn voelt dat je daar echt nog meer inspiratie vandaan gaat halen. En dat ook met de andere mensen gaat delen. Hè? Dus misschien zelfs met de hele wereld gaat delen. Dus je bent graag... Je laat graag je successen zien en je mag andere mensen mogen daarin meedelen en die mogen daar ook van genieten. En het lijkt gewoon alsof je heel erg goed in dezelfde weg voor jezelf zit en dat je daar een bepaalde flowgevoel bij krijgt. Dat lijkt allemaal een soort van vanzelf te gaan. En dat wil helemaal niet zeggen dat je maar een beetje blijft zitten, want ik heb het gevoel dat je er heel hard voor moet werken. Maar het voelt gewoon zo goed dat het voor jou niet per se als werken voelt. Dus probeer daar ook echt van... te genieten en af en toe even wat rust stilte bij te staan. Het was alweer de korte weekhoroscoop. Ik hoop natuurlijk graag dat je ervan gevonden hebt. Het is sowieso een super fijne week en tot de volgende keer.